Bij veel gezinnen zijn die regels over schermtijd vaak de bron van discussie. Ja, dat is zo. En om die regels een keer in vraag te stellen, hebben wij een experiment opgezet. Schermen. Ze zijn overal en we zijn allemaal een beetje verslaafd. Maar wanneer en hoe lang ze in het gezin gebruikt mogen worden, leidt al eens tot discussies. Ik kreeg het nieuw samengesteld gezin Kolpaard de Bruikere zo zot om een heel weekend lang, 48 uur, de kinderen baas te laten zijn over hun eigen schermtijd. Weg dus met de bestaande regels. Maar er zijn regels, neem ik aan. In de week is het na het avondeten pas dat ze op hun gsm mogen. En in het weekend mogen ze ook na de middag eventjes op hun gsm. En aan tafel tijdens het eten geen gsm. Geen gsm. Ook 's morgens niet. Welke regel vind je te streng? De gsm moet beneden blijven bij het slapen. Ja. En je zou graag je gsm ook 's avonds mee naar boven hebben? Ja. Ja, ja, maar zo vertrouwen als die. Ja. Ah, is er niet genoeg vertrouwen? Heb je geen vertrouwen in het kinderen? In sommigen meer dan in anderen, maar we trekken de lijn voor iedereen gelijk. Dan denk ik dat ik heel goed nieuws heb voor jullie. Heel het weekend gaan uw ouders niks zeggen over hoe dat jullie met uw schermen omgaan. Jullie mogen zelf kiezen wanneer jullie gaan slapen, wanneer jullie opstaan. Dat wordt weinig slapen. Wanneer dat jullie eten, of dat jullie op jullie scherm kijken, of op meerdere schermpjes tijdens het eten, dan mogen jullie allemaal zelf kiezen. En uw ouders gaan er niks van zeggen. Tot zondagavond hebben jullie alles in handen. Het zal af en toe moeilijk worden, maar we gaan niks zeggen. Dat we gaan beginnen. Yeah. Minuut 1 van het experiment en iedereen zoekt onmiddellijk een scherm. Waar is de computer? Mama, waar is de computer? Mag ik even kijken? TikTok? Hoi! Nu maak ik echt gewoon heel de nacht door of zo op mijn gsm zitten. Kurt en Siska hebben het nog nooit zo rustig gehad. Op het menu vanavond staat pizza op een bedje van tablets en smartphones. Drieënhalf uur ver in het experiment heeft geen enkel kind al een scherm gelost. Tot morgen. Hoe lang ben je al wakker? 7 uur of zo. En wat ben je aan het doen? Om mijn gsm penguins. Goedemorgen. Hoe lang ben je al terug bezig? Ik ben ook nog aan het wakker. Hé, goedemorgen, Cyril. Ja, om 7 uur. Maar volgende 8 jaar niet anders worden. Hoe dat? Mag je door? Gelukkig zijn er nog de hobby's als adempauze. Adempauze met scherm uiteraard. Ga jij op die bank klaar? Ik zal op de bank staan. Terug thuis blijven de jongens gamen op 1 of 2 schermen. En de meisjes TikTokken erop los. What about us? What about everything we've been through? What about us? We zijn halfweg en de eerste fysieke ongemakken komen tevoorschijn. We gaan wel een beetje koppijn. Ik krijg je koppijn? Ja. Maar waar komt dat beetje? Wel het schijnt te zitten. Papa! Kom eten! Dat is een druk van. Dag, ja. Dag, lieve mensen, dat ik ben. We zijn allemaal zo schaaf, hè? Ja! Als je dan de ochtend een stuk kapot in de les gaat zitten, dan gaan we mee in andere regels die leren. Op karakter hebben de jongste meisjes 11 uur 's avonds gehaald. Maar de kaars is uit. Marietje Petitje heeft het ook lang volgehouden. Ga je blij zijn dat het morgenavond is? Of zou je dat altijd willen zo op de gsm? Altijd. Ja. Volledig strak, kapot gekeerd.
Bij de jongens is het om 1:30 s'nachts nog volle bak ambiance. Basilbien, wij gaan in ons bed. Ja, dat is goed. Maak ik u wakker voor de koeken? Zeker. Oké, okay. Love you. En ook om 4:30 in de ochtend zijn ze nog steeds aan het gamen. Een stuk later en anders geraakt iedereen wel met kleine oogjes aan het ontbijt. Om dan rustig verder te gamen. Maar geruisloos komt er dan toch een eind aan het experiment. Ik heb fantastisch nieuws. Het experiment is nu afgelopen. Dat wil zeggen dat we nu gaan stoppen met te spelen. Nee, nu nog niet. Ja. Marie, dankjewel. Jules? Nee, het is nu gedaan. Jij zei dat het een half uur was. Louise, het is gedaan. Nee, dat is helemaal net. Het is gedaan. Nee, ik blijf gewoon zitten. We sluiten alles af. Het experiment is gedaan. Tot straks misschien. Het zal vandaag niet meer zijn, Andres. Jawel. Dag. Dat is ook gedaan. Nee, ja, wat is het? Het is gedaan. Nee, straks. Ja. Iemand was blij. Ik denk dat er iemand blij was. Iemand was blij. Ik zou ook kwaad zijn als mijn gsm zo afpakken. Ondertussen is opvoedingsdeskundige Steven Gielis er komen bij zitten. Steven, welkom. Dank u, hallo. Ik heb eens een samenvatting gemaakt eigenlijk, om eens te zien wie dat hoe lang op het scherm heeft gezeten. In totaal, alle kinderen samen hebben 174 uur op een scherm gekeken. Pure waanzin. Op 48 uur tijd, ja. Op 48 uur tijd. Jules, die heeft de kroon gespannen. 34 uur lang op een scherm gezeten. Dan Cyril. Dan Basiel. Dus de jongens hebben er net iets meer op gezeten dan de meisjes, denk ik. En op de zesde plaats, Anaë, die heeft er ook nog 24 uur op gezeten. Dat wil zeggen, de helft van de tijd heeft hij op een scherm zitten kijken. Ja. Het is niet per se een verslaving, maar het is vaak wel een strijd. Ik denk dat dat voor dat heel veel ouders is, dat altijd een strijd is. Wel niet, het is al te veel, het is nog niet geveel. Hoe vermijden we die strijd? Strijd zegt heel vaak iets over onze eigen verwachtingen als volwassenen. Ik snap niet waarom dat ze zoveel op dat scherm moeten zitten. Mm-hmm. Dat zal verdwijnen. Dat is die interactie die ik met mijn kinderen ook heb. Dat ze dingen laten zien. Van, oh, ik moet eens kijken naar dit filmpje. Ah, ja, dan zijn ze mee geïnteresseerd in waar ze bezig zijn. En dan kun je er ook beter in komen. Nu, ik zit zelf ook vaak op mijn smartphone. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik heb er wel iets in ingesteld. Dat ik een bericht krijg, zo, dat ik na een uur... je zit al een uur daarop, boek, dan krijg ik een bericht. En dan word je even bewust van, oké, wacht, wow, al een uur. Ja, dus jij denkt al zelf na over je schermtijd. Hè? Want, want hoeveel schermtijd is eigenlijk goed voor een kind? Dat is eigenlijk voor elk kind anders. Hè? Maar mensen willen nu cijfers. Steven. Mensen willen cijfers. Sorry, ik wil even de cijfers. Er zijn kinderen die... Iedereen weet dat je geen kinderen 4 uur voor een scherm moet zetten. Dat niet gezond is. Nee. Maar er zijn kinderen die superprikkelgevoelig zijn en die gaan na een kwartier al rondlopen. Dus ik zeg altijd, let op het gedrag van je kind. Je kent je kind zelf. Gaan ze ruzie maken, gaan ze heel hevig reageren nadat ze op een scherm... Dan zegt u dat misschien, het was te lang. Ja. Mijn dochter kon nu tijdens zijn eerste lockdown iedereen thuis werken, thuis vergaderen. En die was toen nog 3. En die haar recordtijd was toen toch 3 uur op een iPad. Maar die kon daarna de eerste lockdown ineens heel goed mee werken, waar ik ook heel trots op was. Ja. Die kon de code zelf ingeven, die kon supergoed swipen. Die kon alles ingeven. Dus ze heeft toch ook iets leerrijks. Ja, en zeker, zoals Sven er juist ook al zei, het omarmen versus het begrenzen. Ik denk daar een middenweg in vinden. We kennen die digitale realiteit niet zo goed als de kinderen. Die zitten op TikTok, die doen van alles wat we niet snappen. En daar ook naar durven kijken en dat ook boeiend durven vinden, dat neemt dan een stukje van onze twijfels weg. Siska en Kurt, waren jullie heel blij dat het experiment achter de rug was? Ja, we waren zeer blij dat het achter de rug was. En het bevestigt hoe dat we ermee omgaan en bezig zijn, dat we dat toch gaan verder zetten. En dat naar de scouts gaan, naar de hockey, naar de voetbal, turnen, dat toch allemaal zeer belangrijke activiteiten zijn die ze moeten blijven doen. En die ze ook wel graag blijven doen naast het schermgebruik. Want je ziet, als je ze de vrije loop geeft... Sorry dat we jullie kinderen voor 48 uur eventjes verslaafd hebben gemaakt aan het scherm. Maar heel erg bedankt dat jullie wilden meewerken. En tot de volgende keer, in elk geval. Bye-bye. Salut.